Like de video met een duim. Ik daag je uit. Het is eindelijk zover. Ik ga lekker zwemmen. En deze keer heb ik een zwembroek. Je ziet het goed. Na al die tijd dat ik altijd het water inspring met mijn normale kleding, heb ik eindelijk een watermeloen zwembroek gevonden. En in deze video ga ik de beste Brookhaven skins laten zien. En de watermeloen zwembroek, dat is al een win. Maar de volgende, dat ben ik als watermeloen. Er zijn zoveel mensen die zeggen, Job, je bent geen watermeloen, want je hoofd is geen watermeloen. Nou, dat kun je terugnemen. Want dit is dus hoe ik eruit zou zien in Roblox als ik 100% van watermeloen was. Een watermeloenbroek, shirt, hoofd en haar. Ik ga natuurlijk niet deze skin houden, want als ik dat wel zou doen, dan zou ik eigenlijk gewoon in de supermarkt moeten wonen. Letterlijk hier bij het fruit staan. En dan kunnen mensen mij meenemen in hun winkelwagentje. Maar nu wordt het grappig. Ik kies namelijk een huis uit. Nou, mijn huis wordt hier gebouwd, maar moet je opletten. Ik ben letterlijk een deur. Dit was een best wel dure skin. Maar je moet je voorstellen hoe goed je jezelf hiermee kan verstoppen. Ik kan nu letterlijk gewoon hier gaan staan. En dan lijkt het alsof ik de deur ben. Maar dit werkt natuurlijk het beste als ik tegen een ander soort hout aan ga staan. Kijk dan. Je ziet nu letterlijk niet dat ik hier ben. Deze skin kostte 100 Robux. Maar besef hoeveel mensen je hiermee in de maling kunt nemen. Want als ik me omdraai, zie je dat ik het gewoon ben. Maar het grappigste is dus, als ik gewoon nu voor iemand anders zijn deur ga staan, dan ben ik de nieuwe deur. Maar het kan nog beter. Oh my gosh, dat is een enge skin. Dude. En ik dacht dat ik enge skins had in Roblox. De reden dat ik mezelf nog niet laat zien. Huh, wat is dit? Oh my gosh, wat zit hierin? Laat me eens even kijken. Waarschijnlijk alleen maar patat en hamburgers. Het staat op de voorkant. Maar moet je opletten. Ik heb mezelf veranderd in een muur. En dat betekent dat ik dus nu letterlijk winkels in Brookhaven kan afsluiten. Niemand kan hier nu nog naar binnen. Dus stel voor ik denk, ik wil de arcade voor mezelf hebben, ga ik gewoon hier staan en nu kan niemand er langs. En eigenlijk is het best wel handig, want stel voor ik ga zo voor het politiebureau staan, dan kunnen de dieven nooit meer ontsnappen. Dit zijn hele rare skins en het heeft me serieus best lang geduurd om ze te vinden in Roblox. Maar het is gewoon zo grappig, want stel voor ik ga nu verstoppertje spelen. Alles wat ik dan moet doen, is ergens naartoe lopen en stil blijven staan. Ik bedoel, kom op! Als je nu gewoon zo zou kijken, denk je, oh, ze hebben daar een muurtje neergezet. Niets bijzonders. Of misschien toch wel. Oh, dat is zo geniaal. Maar daar stopt het niet. Want als je kijkt naar de spawn van Brookhaven, wat valt je dan op? Er is een fontein, een tafeltje, er is hier een schommel, er is zelfs een glijbaan en een zwembad. Maar wat als je een plasje moet doen? Een plasje moet doen. Nou, dat is geen enkel probleem, want dan ben ik de wc. Dit is een geniale skin. En als ik gewoon stil blijf staan, denken mensen die mij van achteren benaderen dat dit een soort van openbaar toilet is. Maar nee, ik ben het. Zonder wc-papier. Dit is zo grappig. Maar waar je dit eigenlijk moet hebben staan, is hier bij het tankstation. Omdat mensen die hun auto tanken, misschien even naar de wc moeten. Nou, geen enkel probleem, want de wc staat klaar. En ik ben blauw. Dat past perfect bij het benzinestation. Ik zeg, ik ben een wc. Deze spelers snappen er niks van. Maar het wordt nog beter. Want veel mensen vinden een aquarium best wel mooi. Een soort van decoratie. Nou, wat als ik je vertel dat ik het aquarium ben? Oh, er is hier een meisje en die snapt er niks van. Ben jij een vis? Nee, nee, nee. Ik ben geen vis. Of nou ja, blub. Jawel, ik ben een vis. Dit is zo'n grappige skin. Ik zit letterlijk in een aquarium. Wacht. Wat nou als ik nu het zwembad inspring? Volgens mij is dat dan echt een perfecte verstopplek. Moet je opletten. No way. Ik moet alleen wel een beetje oppassen. Er ligt overal sneeuw en het is ijskoud. En ik zit in het water. Water plus kou. Oh nee. Ik ben letterlijk bevroren. En ik kan dus ook niet meer bewegen. Oh my gosh, kijk dan. Ik zit letterlijk in ijs. Oké, dus nu moet er eigenlijk iemand zijn die mij een soort van kan ontdooien. Is er een magnetron? Is er een kampvuurtje? Oh my gosh, dit ziet er zo raar uit. Oké, wacht. Misschien als ik heel vaak druk. Het is gelukt. Ik kan bewegen. Ik ben nu letterlijk een lopend ijsblokje. Maar ik heb het beste voor het laatst bewaard. Let op. Want hoe leuk ik Brookhaven ook vind, er is iets wat ontbreekt. Een grote stad heeft een superheld nodig. Batman, Spider-Man of Toiletman. Ik ben letterlijk een superheld in Brookhaven. Oké, weet je, ik noem mezelf Toiletman, maar misschien heb jij een betere naam. Dus wat zou een goede naam zijn voor mij als superheld? Of nee, wacht. Misschien moet ik geen superheld zijn, maar misschien moet ik wel een super schurk zijn. Oh, ben je serieus? Toiletman heeft de kluis niet eens open gekregen. Oké, ik geef mezelf nog een kans. Let's go! Oh, dit is zo super grappig. Moet je zien hoe ik eruit zie? Ik ben letterlijk een wandelende wc. En ik heb een poepje op mijn hoofd. En er zijn twee mensen die ook gewoon met
me meelopen terwijl ik de bank heb overvallen. Hey, nu is het ook jullie schuld, hè. Maar er is nog iets wat misschien wel beter is. Want als je nu naar me kijkt, zou je zeggen dat ik in de backroom zit, toch? Nou, dat is niet helemaal waar. Ik zit letterlijk in Brookhaven. Alleen als ik inzoom, lijkt het alsof ik er niet meer ben. Dus op deze manier kan ik eigenlijk op twee verschillende plekken tegelijk zijn. Ik kan hier naar de fontein toe lopen, inzoomen en dan ben ik in de backrooms. En als ik dan uitzoom, ben ik gewoon weer in Brookhaven. Dit is zo creepy. De backrooms is natuurlijk een creepypasta. Dus nogmaals, ik ben in Brookhaven. Ik sta stil. Oh nee, ik zit in de backrooms. Grapje. Of je wel. Nee, grapje. Of je wel. Dit is zo raar. Maar het wordt nog beter. En hiervoor heb ik een compleet andere skin, maar toch ook weer niet. Ik zal laten zien wat ik bedoel. Ik heb mezelf nagemaakt. Ja, dit moet ik voorstellen. Ik weet niet of ik erop lijk. Misschien een beetje. Maar waar het vooral om gaat, is het ding wat achter mij staat. Dat heet een green screen. En een green screen wordt gebruikt om de achtergrond mee te vervangen. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik zal het laten zien. Stel voor, nou ja, ik ben nu in Brookhaven, dat kun je zien. Maar stel voor, ik sta hier stil en ik denk, ik wil niet in Brookhaven zijn, maar in de oceaan. Kablam! En ik ben in de oceaan. Of stel voor, nee, ik wil op suikerspin liggen. Kablam! Dan lig ik op suikerspin. En dat is waar een groen scherm voor wordt gebruikt. In bijvoorbeeld studio's. Zodat ze de achtergrond later kunnen vervangen met iets anders. Waardoor het lijkt alsof je eigenlijk op een hele bijzondere plek bent. Terwijl je eigenlijk gewoon voor een groen scherm staat in Brookhaven. Dit is geniaal. Maar ik wil het simpel afsluiten. Je zou namelijk zeggen dat ik nu gewoon weer mijn eigen skin heb, toch? Mijn watermeloen hanekam. Mijn watermeloen shirt. Mijn cheeseburger broek. Nou, dat is niet helemaal waar. Want als ik me omdraai, heb ik Brookhaven op mijn shirt. Ja, dit leek me best wel gaaf. Ik vind Brookhaven sowieso een van de, misschien wel de leukste game in Roblox. Dus waarom geen Brookhaven t-shirt? Maar nu ben ik benieuwd. Wat is jouw favoriete Roblox game? En welke game in Roblox zou jij het liefst op je Roblox shirt willen dragen? Oké, ik ga weer even op zoek, want ik denk dat er nog betere skins zijn. Misschien eentje waarmee we ons kunnen camoufleren en kunnen verstoppen. Oh ja, over verstoppen gesproken. Ik heb het al eens laten zien. Maar als je ervoor kiest om een leerling te zijn hier op de school, dan kun je je eigen kluisje claimen en dan kun je jezelf daarin verstoppen. Ik zit vast. Oh, ik ben weer vrij. Maar check dit. Ik heb nu misschien wel het gaafste tot nu toe. Brookhaven is een game in Roblox. Maar stel voor, ik zou een game zijn in Roblox. Hoe zou dat er dan uitzien? No way! Noob Tycoon. Ben je serieus? Ja, dit is hoe het eruit zou zien als ik een game was in Roblox. Nieuw! Noob Tycoon! Oh, dit is geniaal! Oké, laat in de reacties weten. Stel voor ik zou mijn eigen Roblox game hebben. Zou jij die dan spelen? En zo ja, wat voor Roblox game zou het moeten zijn? Moet het te maken hebben met watermeloen? Of moet het een soort van stad zijn, zoals Brookhaven? Waarin je een eigen huis kunt kiezen, een eigen baan en dan gewoon van alles kunt doen. Oké, dit is best wel grappig. Ik ben letterlijk een game in Roblox. Maar ik heb misschien nog wel iets beters. Want stel voor je speelt Brookhaven en ineens word je gebeld. Pak je dan je telefoon? Nee, want ik ben de telefoon. Kijk dan. Oké, dus mijn hoofd is op dit moment een telefoon en je hebt twee knoppen. Je hebt opnemen of wegdrukken. Dus mijn vraag is, stel voor ik zou jou opbellen in Roblox. Zou je opnemen of zou je me wegdrukken? Laat het in de reacties weten. En laat ook weten wat jij de grappigste skin vond van allemaal. Abonneer voor meer en adios.